gaan naar de havens in ons land, want die worden veel strenger beveiligd. Ja, alles om het drugscriminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Daarom gaat minister Jezielgus van Justitie en Veiligheid vandaag met haar Vlaamse collega om tafel met belangrijke havenbedrijven en rederijen. De Telegraaf die roept: Nederland en België slaan handen ineen in strijd tegen niets ontziende drugscriminelen. Ja, er wordt bijvoorbeeld gesproken straks over allerlei soorten nieuwe beveiliging. Nog strenger doorgelicht personeel, systemen met vingerafdrukken om op plekken op het haventerrein te komen. En ook moeten containers voortaan een slimme verzegeling krijgen. Dat betekent dat er een alarm afgaat als een container onderweg tussendoor geopend wordt om bijvoorbeeld daar drugs in te leggen. Nou, de minister zegt tegen de Telegraaf dat de bedrijven heel graag mee willen werken, dus dat ze grote stappen verwacht en dat deze maatregelen eigenlijk al binnen een jaar effect moeten hebben. En mochten er nou bedrijven zijn die uiteindelijk dwars gaan liggen, dan zegt ze dat ze het mogelijk wil maken dat in het uiterste geval deze rederijen of havenbedrijven niet meer welkom zijn in onze havens. Ja, dan horen we over meer inzet van vingerafdrukken, slimme technologieën. Welke rol kan technologie spelen in dit soort beveiliging? Nou, we hoorden net een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Ik denk dat als je inderdaad voor zorgt dat de integriteit van zo'n container gewaarborgd is, dus dat die tussendoor niet alleen geopend en gesloten kan worden, maar dat je ook van iedere container precies weet waar is je geweest, welke medewerker is daar geweest, hoe lang is je open geweest, dan kun je niet alleen afwijkingen constateren, maar als er een keer wat misgaat ook makkelijker herleiden welke personen daarbij betrokken geweest zijn. Dus dat lijkt me een eerste hele goede stap.